missing someone. With all your. Hallo allemaal en superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben Michelle en welkom bij deze nieuwe video. In deze video ga ik met jullie mijn top 15 babyverzorgings/apotheekproductjes delen, ga ik het zo laten noemen. Ik heb geen idee hoe ik het ga noemen. Maar ik wil in deze video dus een aantal dingen met jullie bespreken die wij ontzettend fijn vinden in het gebruik en in het verzorgen en gezondheid van Nooitje. En ik ben nu bijna een jaar mama, dus ik heb wel een klein beetje ervaring. Dit zijn dus 15 items waarvan ik wenste dat ik ze in huis had voordat Nooi geboren werd, zodat ik ze altijd bij de hand had. En ik moet even een kleine disclaimer toevoegen, want het zijn een aantal verzorgingsproducten, maar het zijn ook een aantal echte apotheekproducten. Maar die apotheekproducten zijn allemaal verkrijgbaar zonder voorschrift. Dus wat ik dan even wil zeggen is, doe nooit aan zelfmedicatie. Volg altijd wat uw arts of uw apotheker zegt. Ga nooit zomaar iets halen omdat ik zeg dat het goed is bijvoorbeeld. Het zijn gewoon een aantal dingetjes waarvan ik wou dat ik zijn huis had voordat hij geboren werd. Omdat deze dingen echt wel mijn go-to zijn als er iets met hem is. Dus ik ga eerst beginnen met een deel verzorgingsproductjes en daarna komen de apotheekproductjes. Het allereerste wat ik met jullie ga bespreken, dat zijn de productjes van Mustela. Voordat Nooi geboren werd, was ik echt into Zwitserland en ik dacht ik ga altijd Zwitserland gebruiken, want het ruikt super lekker, super goed, bla bla bla. En toen kwam ik in het ziekenhuis in aanraking met Mustela. Hier kreeg ik dus een proefpakketje van in het ziekenhuis met echt full sizes in en... Ik weet het echt niet, maar die geur, dit ruikt zo lekker. Echt, het doet me echt aan mijn bevalling denken. En sindsdien gebruik ik dus alle productjes. Ze zijn gentle voor de huid, ze ruiken heel lekker, ze verzorgen super goed. Ik kan dus echt niet meer zonder deze productjes. Momenteel gebruiken wij bijna alles voor hem te wassen hiervan. Ik gebruik hier dus de shampoo van. Dit is badschuim. En de body lotion gebruiken wij momenteel. En dan hebben we geloof ik ook nog een wasgel, als ik me niet vergis. Het fijne aan deze flessen is dat je die dus in verschillende formaten kunt aankopen. Je hebt de hele grote versies. Deze is 750 ml en ze zijn volledig hypoallergeen en zonder parabenen. Ik ben echt fan van deze. Ik hou echt ontzettend van het merk. Fantastisch merk. En je hebt dan ook nog de kleintjes van 200. Deze zijn heel fijn voor als je op vakantie gaat. Of als je daar eens mee naartoe moet nemen. Maar let er wel op. Een klein flesje of een groot flesje in vergelijking. Ik zou maar zeggen, als ik nu aan deze fles wil komen, moet ik er dus ongeveer 4 van deze kopen. Dus dat gaat duurder uitkomen dan dat je een grote fles neemt. En mijn tip is, normaal gezien koop je dit bij de apotheek. Maar koop dit online. Koop dit bij New Pharma en je bent echt zoveel geld aan het uitsparen. Dus deze kun je echt best online kopen. Wat wij dus niet hiervan gebruiken is de doekjes. Ondanks dat ze ook lekker ruiken. Maar die zijn echt super duur vind ik. Die kosten 5 euro voor één pakje doekjes. Dus daarmee dat wij die dus niet gebruiken. Ook gewoon puur omdat ik de doekjes van Pampers gewoon ook prima vind. Gebruik jij die wel, des te beter. Misschien kan uw kindje alleen maar die doekjes verdragen, maar wij gebruiken ze niet. Ik vind ze wel heel fijn, maar ja, om daar natuurlijk iedere keer 5 euro voor een pak aan te geven, vind ik een beetje zonde. Dus, Mustela productjes. Het tweede item is dermocrème, rode billetjes. Dit is uw guy. Echt, deze zalf, die ruikt zo onwijs lekker. De meeste crèmekes die ruiken vies vind ik, maar deze ruikt echt super lekker. En echt waar, één keer smeren, je moet wel op tijd smeren. Eén keer smeren en de roodheid is er eigenlijk al een stuk minder. Het is wel heel erg wit als je het opsmeert, maar deze is echt waar mijn lifesaver. Nooi heeft echt nog nooit billenuitslag of zo gehad. Gewoon puur denk ik, omdat als het een beetje rood is, dan smeer ik dit al. Dus bij ons helpt dit heel erg goed. Je hebt deze versie met de tubetjes. Ik vind die fijner, omdat als ik acrylnagels heb, dan is het voor mij moeilijker om in die
ronde potjes te gaan. Want dan blijft het allemaal onder mijn nagels zitten. Dus daarmee dat ik voor de tubetjes ga. Maar deze zijn ook wel gewoon klein, gemakkelijk. Ik vind het zelfs jammer dat ze geen grotere tube hebben. Maar deze zijn wel klein en gemakkelijk. Gaan zo mee in de luiertas. En je hebt ze altijd bij de hand. Nu, ik vertelde zo net dat ik echt wel fan ben van mijn Stella. Dat wil niet zeggen dat ik geen Zwitserproductjes meer gebruik. Of dat ik Zwitser afbreek. Helemaal niet. Ik heb zeker ook favorieten van Zwitserland. Die komen er nu aan. Ten eerste ben ik echt fan van hun Goedemorgen haarlotion. Deze vind ik super fijn om 's morgens te gebruiken. Ja, het zegt hem ook al. Goedemorgen haarlotion. Als Noor geslapen heeft, zweet hij heel erg. En dan steken zijn haren echt alle kanten uit. En met deze krijg je al die ondeugende haartjes weer mooi fris in de plooi, om het zo te zeggen. Het ruikt super lekker. Dus hij is dan al van dat luchtje af. Aangezien hij dus 's avonds ook in bad gaat. Dus daarmee dat hij dus 's morgens niet in bad gaat. Hij gaat altijd 's avonds in bad. En hiermee is hij dan opgefrist. Wat ik dan daarbij ook gebruik zijn de washandjes. Hier doe ik hem 's morgens gewoon even mee opfrissen over zijn hele lichaam. Zodat hij frisse dag kan starten. En dit is het tweede product van Zwitser wat ik heel erg fijn vind. Ik kan er wel eens eentje uithalen voor jullie. In één pakje zitten 20 washandjes. En die zien er als volgt uit. Het is gewoon een washandje gelijk een ander. Ruikt naar de typische Zwitsergeur. En ja, hier doe ik hem dan over zijn lichaam een beetje mee opfrissen. Zodat hij dus een frisse start van de dag heeft. Dan kom ik bij het laatste Zwitserproductje. En dat is de slaapzacht massageolie. Deze vinden wij heel erg fijn. Omdat Noor daar een heel zachte huid van krijgt. En ja, daar zit lavendel in. Dus het is heel goed om te kalmeren voor het slapen gaan. We hebben hier ook badschuim van. Maar in het begin hebben we die zeker gebruikt om te relaxeren. En soms gebruiken we die ook nog wel eens voor een kleine babymassage. Dus deze vinden wij ook heel erg fijn om te gebruiken. Dan ben ik dus door alle verzorgingsproducten die je dus bij alle drogisten kunt kopen heen. En dan ga ik nu verder naar de apotheekproducten die wij heel fijn vinden. Waar ga ik als eerste mee beginnen? Ik ga het gewoon in volgorde nemen. En het als eerste vinden wij van Fysiologisch Water, vinden wij na preppen heel erg fijn. Nu, dit is niet Noor's meest favoriete dingetje om te doen, maar het moet helaas gebeuren soms. Dit is voor het neusje zuiver te maken. Dan leggen wij hem plat op zijn zij. Doen we één pipetje aan ene kant van zijn neusje. En dan duwen we daar heel hard op. En dan komen alle vieze vuile slijmpjes eruit. Dit is gewoon een oplossing van zoutwater. Maar we hebben deze gewoon van begin gebruikt. En we zijn er altijd heel tevreden over geweest. Dus naprep is toch wel iets wat je in huis moet hebben. Voor je kindje eigenlijk geboren wordt. Want dat is wel handig. Want dit gebruikte wij geloof ik ook voor het schoonmaken van het naveltje. Nu ben ik niet zeker, maar ik denk dat ik dat ook gebruikt heb toen voor het wondje van het naveltje schoon te maken. Dus dit is wel essentieel als je een babytje in huis hebt. Om dan op dat neusje verder te gaan, doe je best om een goed neusveertje te vinden. Ik ben heel eerlijk. Wij hebben nu deze van Diffrax. Deze komt van bij de Apothekerweg. En daarvoor heb ik dus twee neuspeertjes gehad. Die deden gewoon helemaal niks. Waar moet je dus op letten als je een neuspeertje koopt? Je moet er dus op letten dat de bovenkant heel smal en buigbaar is zoals deze. Als je een neuspeertje koopt, zorg dat dat er ongeveer zo uitziet. Want je hebt die ook nog met zo'n heel dik met zo'n neusje op. Luister, je komt never nooit in dat klein neusje van je baby. Dat gaat gewoon niet. Dus deze van Diffrax kan ik wel aanraden. Dat vind ik een hele fijne. Deze is ook de enige wat goed zijn werk doet. Wat doen wij? Wij leggen hem gewoon neer. En we houden één neusgatje dicht en in de andere. En dan knijpen we deze in. Doen we die in het neusje en laten we los. En dan komen alle slijmpjes eruit. Deze is echt heel erg fijn. Kan ik echt wel aanraden. Met deze weet ik eigenlijk niet goed hoe ik het moet uitspreken. Ofwel is het Cetaplast, ofwel is het Cisaplast. Ik weet het niet juist. Maar deze is van La Roche. Deze crème is echt voor alles goed. Ik heb die oorspronkelijk gekocht. Omdat Noor een vaccinatie had gehad. En die had echt zo'n hele dikke rode harde schijf op zijn beentje. En toen hebben we dit erop gesmeerd. Een aantal dagen en dat was gewoon weg. Maar dit kan echt voor alles dienen. Luieruitslag, muggenbeten, wondjes, waterpokken. Dit is echt overal gewoon goed voor. Dus gewoon echt goed om te hebben. Om iets wat dat je overal op kunt smeren. Dus dit is ook wel iets wat altijd in ons EHBO-kastje ligt. Dit ben ik nog maar pas onlangs beginnen te gebruiken. En dat is
Physiomair Baby. Dit is eigenlijk om het neusje proper te houden. Je kunt het zowel preventief gebruiken of als je babytje echt last heeft van een dikke snotneus. Dit is dus een flacon met zoutoplossing die het neusje van de baby spoelt en zuiver maakt. Ik moet zeggen, als we dat preventief gebruiken, dat helpt echt heel goed. Nooit heeft veel minder last van snot en snottenbellen. Terwijl dat hij daar anders toch wel veel last van heeft. Dus ik kan hier nog niet zo heel erg mijn mening over geven. Omdat we dat nog niet zo heel lang aan het gebruiken zijn. Maar tot nu toe zijn we eigenlijk wel tevreden over dit product. Een goede thermometer. Spaar alsjeblieft geen geld op een goede thermometer. Een goede thermometer kost gemakkelijk 50 euro. Wij hebben deze thermometer. We zijn daar niet tevreden van. Deze is van het merk Topcom. En deze hebben we gekregen met de lijst. Ik denk dat deze rond de 40 à 35 euro was. Hij was niet echt goedkoop. Maar ik heb soms het idee dat hij valse temperatuur afgeeft. Dus wij zijn nu op het moment aan het zoeken voor een nieuwe thermometer. Dus als iemand een goede thermometer weet, mag die altijd een linkje in de downbar laten. Of dan kunnen wij eens rondkijken voor een goede thermometer. Want wij zijn van deze echt niet tevreden. Ik vind een goede thermometer echt wel heel essentieel. Want het is natuurlijk belangrijk dat je altijd weet of je kindje koorts heeft, ja of nee. Hè? Deze van Topcom, niet kopen. Gewoon niet doen. Dit is iets wat mijn vroedvrouw mij vooral aanraadde toen Noe heel erg opgestopt was. En dat zijn glycerine stopjes, als ik me niet vergis. Die zien er zo uit. Dat zijn eigenlijk, wij noemen dat kaarsenvetstopjes of zeepstopjes. Als je babytje echt niet kan gaan, in het begin hebben ze daar echt wel last van. Soms kunnen ze echt een week of zo niet gaan. Als dat gebeurt, kun je dus zo een stopje opsteken en dan moet die dus binnen de 2 of 3 uur geweest zijn. We hebben hier, kan het zeggen, 3 stopjes uitgebruikt en ik heb deze al vanaf de geboorte. Je mag dit ook enkel en alleen gebruiken als het echt vast zit en het echt niet anders kan. Na een tijdje komt je baby zijn stoelgang vanzelf op gang en als je die stopjes blijft geven, ja, dan maak je de darmen lui. Dus dat is niet zo goed. Dus in het begin was dit voor ons echt wel een reddingsmiddel, want het was echt super zielig als ze niet kunnen gaan en dit heeft echt goed geholpen. Dit is ook wel iets wat ik zou halen als we ook nog een tweede kindje zouden hebben. Dat is echt, ja, ik vind het echt wel, ja, een goede tip toen geweest. De volgende productjes die ik ga laten zien, dienen dus als je kindje een verkoudheid heeft. Waarom laat ik die zien? Noe werd, ik weet eigenlijk niet wanneer, ik denk rond 6 maanden of zo. Want tussen de 4 en de 6 maanden werd Noe voor de eerste keer verkouden. En dat was midden in de nacht. Ik had daar echt niks voor in huis. Ik was daar niet op voorbereid. Het enige wat ik in huis had was zoutwater. En op dat moment hielp dat gewoon echt helemaal niks. Dat was super zielig, want die werd om het uur wakker omdat zijn neus toe zat. Omdat hij moest hoesten en wat nog allemaal, gewoon slijmen had. Ik had toen zelfs geen neuspeertje in huis. Dus het is echt wel belangrijk dat je die dingen toch wel voorhand in huis hebt. Zodat je dingen gelijk dat ik nu meegemaakt heb, niet moet meemaken. Dus daarom wil ik de volgende dingetjes ook laten zien. Die zijn ook enkel en alleen te gebruiken als je babytje echt verkouden is. En het eerste wat wij dan gebruiken is Calyptus. Calyptus is eigenlijk Vicks, maar dan voor babytjes. Het is een hele zachte eucalyptusgeur. Zeker niet pakkend op de adem. Maar het helpt je babytje wel om het ademen te verzachten. Het is gewoon prettig als je dit 's avonds op de borst smeert en hem dan in bed legt. Dan weet je gewoon dat hij de hele nacht dat kan ruiken. En dat zijn neusje toch wel een beetje open blijft. En voor Noe verzacht het altijd wel heel erg. Het helpt echt ontzettend goed. Het is wel niet zo goedkoop. Ik denk dat ik rond de 15 of 20 euro voor dit potje betaalde. Maar het doet er echt super lang mee. En dat blijft echt wel heel lang goed. Ik denk dat hier zelfs geen vervaldatum op zit. Aangezien dat oraal te gebruiken is. Nee, volgens mij zelfs geen vervaldatum. Dus je kunt het volledig opgebruiken. Dan ga ik dus verder op die verstopte neus. En daarvoor gebruiken wij Nesivine. Nesivine kun je ook gewoon zonder voorschrift halen bij de apotheek. Dit is 0,01 baby. Dus dit is echt voor de aller kleinste. Dit mag je wel een aantal keer per dag gebruiken. Ik denk 3 keer als ik me niet vergis. En ik weet niet of jullie dat goed gaan zien op camera, maar er komt echt maar een heel klein... Komt er iets uit? Soms komt er niks uit, want ik moest in het begin echt kijken van komt er wel iets uit. Maar er komt echt maar een heel klein druppeltje uit. Dan, voor zijn hoest gebruiken wij altijd Ik weet niet hoe je het uitschreeuwt. Ik denk Stodaline.
En ik geloof dat hij hier 5 milliliter van mag. Dus hier mag hij 5 milliliter van. En ik vind dat die altijd wel heel goed werkt. Dus dat geven wij dan meestal voor de hoest. Allee, ik vind een verkoudheid, dat komt heel veel voor bij kinderen. En je moet het altijd goed in de gaten houden natuurlijk. Maar soms is dat niet altijd nodig om naar de huisarts te gaan. Want ja, een verkoudheid, daar kun je relatief weinig aan doen. Dat is gewoon uitzieken en... meer kun je daar niet aan doen. Dus dat is wel handig om zo'n dingetjes op voorhand in huis te hebben, vind ik zelf. Iedereen heeft mij in het begin Perdolan aangeraden. In het ziekenhuis kreeg ik dan Dalfagan Pediatrie. Ik wist zelfs niet dat dat bestond. Ja, als ik me niet vergis, is deze met amandelsmaak. Heel andere geur en smaak als Perdolan. Nooi heeft deze bijvoorbeeld liever. Hier moet je ook minder van. Ik weet niet hoe dat komt. Maar wij vinden deze gewoon heel fijn om te gebruiken. Dus daarmee dat ik die ook even laat zien. Dit waren al mijn verzorgingsitems en EHBO-items. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet zeker niet... dat als er iets met je kindje is, dat je eerst langs de huisarts of langs de apotheek gaat. Dat je zeker niet aan zelfmedicatie gaat doen. Maar deze dingen zijn wel gewoon handig om in huis te hebben voordat je kindje er is. Het zijn wel dingetjes die ik alleszins altijd in huis zou hebben bij een volgend kindje. En dan ga ik de video hier afsluiten. Vonden jullie de video leuk? Geef dan zeker een thumbs up. Vergeet niet te abonneren. En klik op het belletje om de notificaties aan te zetten. En dan zie ik jullie terug in een volgende video. Bedankt om te kijken en tot de volgende keer. Bye. Missing someone.